Hoi, mijn naam is Gerald Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Burton erbij gepakt de Feelgood. En de Feelgood, je kan hem eigenlijk het beste omschrijven als één wapen voor de hele berg. Als jij gewoon alles op de berg wilt doen en je wil maar één bord, dan is dit eigenlijk de beste weg om te pakken, als het ware. Um, van boven tot onder, overal kan je lol maken. Komt uit in twee shapes, namelijk de Camber, die heb ik hier liggen. Veel voorspanning zoals je ziet, gewoon een traditionele camber. En de Flying V, waarbij die als het ware als een rocker loopt met hier weer een kleine camber. En um, kies voor de camber als jij op zoek bent naar meer grip, meer controle, precisie en pop. En als jij juist misschien ietsjes meer over piste zou willen, je zoekt een iets wendbaarder board, iets vergevingsgezinder board, dan kan je naar de Flying V kijken. Ik ga verder over het board vertellen, want verder zijn ze precies hetzelfde, alleen die shape is anders. Het is een medium tot agressief board en daarbij hoort ook een medium tot ietsje stijvere flex. Uh, hebben ze puur gedaan zodat het board niet gauw gaat klapperen en dat hij heel veel pop heeft als het ware. Je kan er gewoon wat harder mee doorboorden en hij blijft gewoon heel erg stabiel daardoor. Hij heeft verder een directional uh, profiel, maar het is maar 1% directional eigenlijk. Het is bijna 99% twin. Want ze hebben namelijk de bindingen een beetje naar achter geplaatst op het bord. Namelijk 12.5 mm. Uh, verder is hij helemaal twin. Twin Outline, Twin Flex. Alleen een heel klein beetje setback. Die kan je natuurlijk cancelen door je bindingen gewoon ietsjes weer naar voren te zetten. Maar ik zou zeggen, laat hem lekker in. Omdat hij maakt het bord wel iets stabieler. En net iets comfortabeler om hem op de piste en van de piste af te rijden. Je bent helemaal vrij met mee te spelen natuurlijk. Verder heeft hij een Superfly 2-kern. Dat wil zeggen dat die 700 gram kern heeft. Gewoon een lekker licht boord. Je merkt het meteen als je hem vastpakt. Dit is een licht boord. Um, merk je eigenlijk helemaal niks van. Verder hebben ze wel dual zone eraan toegevoegd. Dat wil zeggen dat ze het grootste stuk van het boord het hout in de lengte hebben gelegd. Maar bij de staalkant hebben ze het als het ware richting de staalkant gelegd, het hout. Waarom ze dit doen, is als jij kracht op je binding zet, gaat het nu de krachten ook direct naar de edge verplaatsen. In plaats van dat hij het meer die kant op gaat verplaatsen. En ze hebben er squeezebox aan toegevoegd. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze hier een soort bult hebben, hier vlak, en hier weer een soort dikkere bult in het bord. Waarom ze dat doen is, dit stukje maken ze iets stijver in het bord daarmee. En dat is ook het stuk waarmee jij veel pop gaat produceren. Als ze dat stijver en dikker maken, of als ze het dikker maken, wordt het stijver. Stijver geeft meer pop. Dus vandaar dat ze dat doen. En het vertaalt de krachten net iets mooier, ook naar die hoeken, in plaats van alleen naar voren hier. Uh, dan heeft hij nog een woman-specific triax. En daar hebben ze carbon in verwerkt. Maar dat noemen ze de carbon eye beams. Ze hebben eigenlijk bovenop gewoon een triax fiberglas laag. En aan de onderkant, want ja dat krijgt bij zo'n camber. Uh, daar hebben ze in het in de midden hebben ze een soort carbon strips gelegd. En aan de zijkant niet. Dat zorgt ervoor dat hij heel veel pop krijgt, het bord. Maar dat hij torsioneel, zo um, lekker vergevingsgezind en speels aan blijft voelen. Dan zit er een sintered WFOB zonder. Ho, oh, ik moet hem wel goed houden. Zo. Een sintered WFO base. Dat wil zeggen dat het een sintered base is, die we kennen qua stevigheid. Maar WFO staat voor Wide Fucking Open. en betekent dat ze de pori ietsjes meer open hebben gezet. Waardoor er meer wax, hij gaat meer wax absorberen. En het water kan met nog minder weerstand zijn weg van voor naar achter vinden door het bord. Dus het is net zo'n sterke base, hij is alleen gewoon veel sneller gemaakt. Verder heeft hij Pro Tip en Tail. Dat wil zeggen dat ze de tip en tail eigenlijk heel dun af laten lopen. Zodat hij zo min mogelijk gewicht aan de buitenkant van zijn poort heeft. Zorgt ervoor dat hij lekker wendbaar blijft. Maar dat je ook als je spins gaat doen. Als je een 180 en 360 of wat je ook wil gaat doen. Um, voelt hij minder locht aan eigenlijk gewoon. Minder gewicht aan de buitenkant betekent dat hij wendbaarder is en makkelijker te draaien is. Dan zit er nog infinite ride in. Of nou ja in. Hoe zeg je het? Ehm. Um, als je een ander bord koopt van een ander merk, moet je soms even een week borden. Moet het hout, het carbon, fiberglass, epoxy, moet allemaal even zijn plek vinden. Dan Hoor je ook af en toe wat gekraak in het bord? Beurtenborden zijn al ingebroken. Er is gewoon een soort machine die als het ware de hele tijd alle borden inbreekt voor jou in de, in de, in de fabriek. Zorgt ervoor concreet dat dit bord vanaf het begin tot aan het eind precies hetzelfde aanvoelt en dat er geen verschuiving in flex zit bijvoorbeeld. Nou, zoals je het al hoort, een super breed inzetbaar bord. Mocht je hier nou meer over willen weten, of mocht je me even willen zien, kom dan vooral langs in onze winkel. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Dit is de Burton Feelgood.